In VBA les 2 heb je geleerd hoe je een macro kunt opnemen. Je hebt gezien hoe Excel al jouw opgenomen handelingen automatisch omzet in VBA-instructies en dus een werkende macro. In deze videoles leer je om zelf een macro vanaf de grond af aan op te bouwen. En omdat VBA een objectgeoriënteerde programmeertaal is, neem ik de cel als belangrijkste object voor deze les. Allereerst open ik de Visual Basic Editor met de toetsencombinatie Alt+F11. Als ik hier een macro wil programmeren, dan heb ik daarvoor een module nodig. Deze kan ik aanmaken via de projectverkenner die je aan de linkerkant van je scherm ziet. Zie je de projectverkenner niet, klik dan op Tab Beeld en kies voor Projectverkenner. Ik klik met mijn rechtermuisknop in de projectverkenner en kies voor het invoegen van een module. Ik heb nu een blanco werkblad gecreëerd waarop ik mijn VBA-instructies kan gaan uitwerken. Je begint een macro met het woord sub, de afkorting voor subroutine, een ander woord voor macro, gevolgd door de naam van je macro. En deze naam mag geen spaties bevatten. Ik druk daarna op Enter en je ziet dat Excel automatisch ook de woorden end sub toevoegt. Sub en end sub definiëren als het ware waar je macro begint en eindigt en alle VBA-instructies plaats je daartussen. Ik wil dat mijn macro in cel A1 het woord test schrijft. Ik typ daartoe de volgende VBA-instructie. Deze instructie kun je als volgt lezen. Allereerst wijs ik een object aan, cel A1, met behulp van range en dan tussen haakjes en aanhalingstekens A1. Vervolgens typ ik een punt en geef ik aan dat het gaat om de eigenschap value. Met het is-teken laat ik weten dat deze value de waarde test moet krijgen. En aangezien test tekst is, zet ik dat tussen dubbele aanhalingstekens. Als ik nu druk op de uitvoeren knop in de Visual Basic Editor of ik gebruik F5, dan wordt de macro uitgevoerd. En je ziet dat inderdaad het woord test in cel A1 verschijnt. Op eenzelfde manier kan ik het woord hallo in cel A2 laten verschijnen. Ik druk op Enter om aan een nieuwe VBA-instructie te beginnen en typ dan de instructie. Je ziet dat ik weer verwijs naar het object cel A2 met dit commando. Ik typ een punt, gevolgd door de eigenschap value, waarvan ik wil dat de waarde hello wordt. Oftewel, vul cel A2 met de waarde hallo. Ik haal de oude waarde even weg en laat met F5 de macro opnieuw lopen en zie dan dat zowel test als hallo in cel A1 en A2 worden geplaatst. Met range kun je dus verwijzen naar een individuele cel, maar je kunt ook naar een celbereik verwijzen. Ik wil nu dat mijn naam in de cellen B1, B2 en B3 wordt gezet. Ik schrijf daarvoor de volgende VBA-instructie. Het object is nu dus de range van cellen B1 tot en met B3. En van al die cellen wil ik dat de eigenschap waarde wordt gewijzigd. De waarde moet zijn rol. Ik haal eerdere teksten weg. Klik in de macro en gebruik de F5-toets om de macro opnieuw uit te voeren. En je ziet nu dat in cel A1, in cel A2 en in het celbereik B1 tot en met B3 tekst is geschreven. Je hebt nu gezien dat ik bij elke wijziging in de macro steeds even de gevulde cellen leegmaak en de macro opnieuw laat lopen. Maar dit is typisch een handeling die ik ook kan automatiseren in de VBA-instructie zelf. Ik wil dus een regel hebben waarmee ik eerst een aantal cellen leegmaak alvorens ik de rest van de instructies uit de macro laat uitvoeren. Ik schrijf daarvoor de volgende VBA-instructie. Deze instructie houdt het volgende in. Neem de range van cellen A1 tot en met E15, dat is dus dit bereik, en wis de inhoud van deze cellen. Daarna moeten de volgende instructies worden uitgevoerd. Om nu te testen of dit goed werkt, ga ik aan het begin van mijn macro staan en gebruik ik de F8-toets. Met F8 kun je regel voor regel door je macro gaan in plaats van hem ineens uit te laten voeren. Ik druk op F8, nogmaals F8 en nogmaals F8 en zie nu dat de instructie voor het wissen
van de cellen A1 tot en met E15 succesvol is uitgevoerd. Ik druk weer op F8 en zie test verschijnen. F8 en zie hallo in A2 verschijnen. En druk nogmaals op F8 en zie roel verschijnen in B1 tot en met B3. Ten slotte druk ik voor de laatste maal op F8 en is de macro geëindigd. Tot nu toe heb ik verwezen naar individuele cellen en naar een celbereik van aangrenzende cellen. Wat ik nu ga doen is in cel C1, C3 en C5 het woord help plaatsen. Ik zou natuurlijk 3 keer een instructie kunnen maken waarbij ik verwijs naar cel C1, C3 en C5. Maar je kunt dit ook in 1 VBA-instructie kwijt. Je ziet dat ik weer range gebruik, maar nu geen dubbele punt tussen de cellen, maar een komma. En daarmee laat ik weten dat het om 3 individuele cellen gaat in dit geval, die gevuld moeten worden met de waarde help. Ik druk op de F5-toets om de macro uit te laten voeren en zie inderdaad help verschijnen in de hier benoemde cellen. Het volgende wat ik wil is dat het woord hoi wordt weggeschreven in de cel die actief is op het moment dat de macro loopt. Stel je voor, als gebruiker heb ik als laatste op cel D6 geklikt, dan is dit de actieve cel en ik wil dat hier het woord hoi komt te staan. Ik gebruik daarvoor niet een absolute verwijzing zoals hierboven in de macro, want dat zou betekenen dat altijd D6 gevuld wordt. Heeft de gebruiker bijvoorbeeld als laatste B7 geselecteerd, dan wil ik dat daar het woord hoi komt te staan. Dit object heet Active Cell en de VBA-instructie ziet er als volgt uit. Hier staat zoiets als, op het moment dat de macro loopt, moet de actieve cel de waarde hoi krijgen. Ik druk op de uitvoerknop om te kijken of inderdaad cel B7 aan het einde van de macro de waarde hoi meekrijgt. En inderdaad, dit was de laatste actieve cel. Ga ik naar cel D1 en laat ik de macro opnieuw lopen, ik doe dat nu stap voor stap, dan zie je dat eerst alles wordt gewist, de gewenste waardes worden weggeschreven en nu gaan we kijken of de actieve cel D1 inderdaad de waarde hoi meekrijgt. En dat werkt. Ten slotte laat ik je zien hoe je met range een hele rij of hele kolom kunt selecteren en bijvoorbeeld het font in die rij of kolom vet gedrukt kan maken. Ik schrijf daartoe de volgende instructies. In de eerste instructie staat als object het font in rij 1 en dat wordt weergegeven met range 1.1.font. De eigenschap bold, het vet drukken van een font is een eigenschap, staat op waar. En hetzelfde geldt voor de tweede regel waarin ik als object het font in kolom B heb genomen en daarvan de eigenschap bold op true zet. Ik ga deze macro regel voor regel uitvoeren met F8 en het begin is je bekend. Alle teksten worden verwijderd, test, hallo, roel en help worden geschreven. En let nu op, activecell.value betekent dus dat de huidige actieve cel, en dat is in dit geval A1, de waarde hoi moet krijgen. Test wordt dus dadelijk overschreven door hoi na het uitvoeren van deze instructie. En vervolgens wordt range 1 genomen, en dat is dus rij 1, en wordt het lettertype op bold gezet, het font op bold gezet. En hetzelfde geldt voor kolom B. Ik druk nog 1 keer op F8 om de macro te eindigen. Kort samengevat, met het object range kun je dus verwijzen naar een losse cel, een groep aangrenzende cellen, een groepje niet aangrenzende cellen, naar een rij of meerdere rijen en naar een kolom of meerdere kolommen. En er zijn nog meer mogelijkheden die niet in deze video zijn behandeld. Active cell tenslotte is een speciaal object waarmee je de actieve cel benadert, die cel die actief is op het moment dat de macro loopt.